Goeiedag iedereen. Vandaag heb ik 5 kaartjes getrokken voor het sterrenbeeld tweelingen. En dat heb ik gedaan uit dit deck. Dus het mystieke shamanen orakel kaartenset. En ik heb dus 5 kaartjes getrokken, dus voor het sterrenbeeld tweelingen. Die dus jarig is in de periode van 22 mei. Tot en met 21 juni. En ja, zie het als een verjaardagscadeautje, dus voor alle tweelingen. Ik heb dus 5 kaartjes gevraagd aan God en de engelen voor wat voor jullie dus voor de komende maand belangrijk is. En het eerste kaartje dat ik trok was alvast een heel mooi kaartje. De regenboog. En ja, voor mij staat de regenboog voor hoop. Wanneer ik dus een kaart trek en er staat een regenboog op, of ik zie dus ja, buiten, als ik naar buiten kijk, een regenboog. En ja, dan staat dat voor mij altijd voor hoop. Dus ja, het is nu niet het moment om de hoop op te geven, want echt, je staat heel dicht bij je doel. Alles is goed. Je hebt een hele goede connectie dus met Spirit en met je lichtteam. En ja... Wanneer je dus de aanwijzingen volgt die je dus krijgt via je intuïtie en verder je pad bewandelt, zal je echt wel je doel bereiken. En zullen er oplossingen komen voor je problemen of de uitdagingen waar je nu voor staat. Dus je wordt echt geholpen en alles is goed. Vertrouw daar ook op. Verlies de hoop niet. Ga verder op je pad en blijf hopen... dat alles goed is en eigenlijk is alles al goed. Dus ja, je hoeft niet te denken dat het goed zal komen in de toekomst. Het is al allemaal goed, want je wordt nu al goed geholpen. Luister gewoon heel goed naar je intuïtie en volg je gevoel, zodat je dus verder kunt gaan op je pad. En ja, blijf hopen. Zo belangrijk, want er is ook hoop. De regenboog zegt je dat er dus hoop is. De tweede kaart is deze. De wilde vrouw. Dus ja, deze kaart vraagt je om lekker hek te doen, om jezelf te zijn. Wanneer je niet echt een fan bent van hek te doen, dan hoef je ook niet hek te doen. Maar wanneer het dus in je zit, ja, ga spelen. Doe lekker hek, doe je eigen ding. Een tweeling is ook iemand die dus speels is. Die dus graag ja, toneel speelt of grapjes maakt. Die graag communiceert met andere mensen. Dus ja, wees lekker jezelf. Doe dat dan ook. Je hoeft je voor niemand in te houden. Want vaak zijn we een beetje bang door wat de maatschappij van ons verwacht. Of wat andere mensen van ons verwachten. Maar deze kaart vraagt eigenlijk echt om je eigen ding te doen. En echt jezelf te zijn. Je hoeft je helemaal niet aan te passen aan andere mensen of aan de normen van de maatschappij. Wees gewoon jezelf en doe wat goed voor je voelt. Laat je ook niet overtuigen om dingen te doen die jij niet wil, maar doe gewoon je ding. Doe gewoon wat goed voor je voelt. Volg je eigen waarheid en wees gewoon lekker jezelf. Want ja, als jij jezelf bent, dan straal je en dan ben je de beste versie van jezelf. Dus wees jezelf. Heel mooi. Prachtige kaart ook. De derde kaart geeft aan dat je het gevoel hebt dat je zo een beetje stilstaat. En dat is ook misschien zo. Misschien is het nu wel niet echt het moment om bepaalde dingen te forceren of toch door te gaan. Wanneer je voelt dat bepaalde uitdagingen op je pad komen, maar je wilt toch doorgaan, neem even een stapje terug en ja, kom eens tot stilstand. Probeer te ontspannen, probeer te rusten, probeer de dingen te doen die jij graag doet. Wanneer je dit zal doen, dus wanneer je voldoende rust neemt en wanneer je dus jezelf kunt ontspannen en wanneer je dus ook dingen gaat doen ja, die echt aan je hart liggen en waar je ja, blij van wordt, dan ga je ook nieuwe inspiratie krijgen, nieuwe ideeën. Misschien komen er dan ook oplossingen voor je problemen. Dus forceer niet, zou ik zeggen. Doe het rustig aan. Kom eventjes tot stilstand en ja, ga dan verder wanneer je dus nieuwe energie en nieuwe ideeën hebt. Maar nu is het moment om even tot stilstand te komen en te rusten. Heel belangrijk.
Dan het vierde kaartje is deze. De wind temperen. En wind, ja, dat staat dus gelijk aan het element lucht. Hier zie je ook die veren, die dus ook gelijk staan aan vogels. En vogels, ja, die vinden we ook in de lucht. Dus ja, wat is een tweeling? Een luchtelement. Dus sluit heel nauw aan bij jouw sterrenbeeld eigenlijk. En lucht, ja, dat staat voor onze gedachten. Dus een tweeling is ook iemand die graag nadenkt over zaken, die ook heel nieuwsgierig is, die graag het fijne van dingen weet, die gaat zoeken naar verdere informatie, maar ook iemand die misschien ook vaak wel piekert. Die veel in gedachten zit en die zich vaak ook zorgen maakt. En ja, deze kaart vraagt je om dus eventjes ook... wanneer je dus voelt dat bepaalde gedachten, vooral negatieve gedachten dan, want deze kaart wijst er ook op dat je misschien ook vaak met negatieve gedachten zit. Dus om deze eventjes aan te kijken en om daarmee aan de slag te gaan, om te kijken wat dit voor je betekent. Maar ook om deze negatieve gedachten te gaan omzetten in positieve gedachten. Want negatieve gedachten die brengen je nergens, die trekken alleen maar meer negativiteit aan. Dus probeer je negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. En ja, wat ook goed kan helpen is om erover te spreken met iemand. Je houdt van communicatie, dus misschien is het goed om iemand in vertrouwen te nemen of een professioneel iemand in vertrouwen te nemen, waar je dus over je gevoelens en je gedachten kunt spreken. Dat kan opluchten. Wanneer je dat niet echt ziet zitten, is het misschien ook goed om een dagboek bij te houden en regelmatig je gedachten te gaan opschrijven. Wat ook heel belangrijk is, wanneer je dus vooral ook veel negatieve gedachten hebt, is dus dat je dus je energieveld gaat reinigen. Dat je dus aartsengel Michael om hulp vraagt om je energieveld te reinigen. En dan ook weer te gaan beschermen. Zodat je dus de negatieve gedachten van anderen en de negativiteit die je dus in ons collectief soms geeft, om dus ver van je af te houden. Dat is dus het vierde kaartje. En het vijfde kaartje, die heeft een beetje te maken met het derde. Het is ook een beetje stilstand. Maar dus weet je het, die gaat er dus over om in jezelf, om je in jezelf te keren. Dus hier zie je dus de zweetgut, die is donker, maar er schijnt daar een licht binnenin waar deze persoon dus naar binnen gaat. Wel, zie het dus als je schaduwzijden, dus de zijden die misschien gekwetst zijn, die pijn hebben, die boosheid opwekken, die verdriet opwekken. Ja, je schaduwkanten zijn zo allerlei gevoelens en emoties die we dus heel graag verdwingen. Omdat we ze dus niet zo graag voelen. Maar ze zijn er niet voor niets. Ze willen heel graag gezien worden. Ze willen heel graag gevoeld worden. Ze zijn als een klein kindje die dus aandacht vraagt aan zijn mama om er dus naar te gaan kijken. Om dus geholpen te worden, om geheeld te worden. Dus die emoties die zitten dus in je en die willen er ook uit. Die willen dat je er naar kijkt, dat je er naar luistert. En dat je er dus iets aan doet om ze te helen. Om ze te verwerken, om ze een plaatsje te geven. En wat je dus dan kunt doen is inderdaad naar binnen gaan. Naar jezelf luisteren en kijken wat je kunt doen om deze schaduwkanten te helen. Misschien is het ook goed hier weer dat je dus een professioneel iemand... gaat zoeken die je dus hiermee kan helpen. Maar je kunt dus ook zelf jezelf helen door bepaalde oefeningen te doen. Ik zal onder deze video ook nog eens mijn video plaatsen. Die dus gaat over het vergeven van jezelf en andere mensen. En hoe je dus oude wonden kunt helen. Misschien kan je daar iets mee doen. Misschien kan dat je helpen. Maar het is echt heel belangrijk dat je dus die schaduwkanten gaat aankijken en gaat luisteren naar wat ze je willen vertellen. Zo, lieve tweelingen,
Dit was dus de maandreading voor jullie sterrenbeeld, voor jullie allemaal die dus het sterrenbeeld tweelingen hebben. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en ja, dat jullie er wat verder mee kunnen. Ik wens jullie alvast een hele fijne dag toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!